De laatste jeugdwedstrijd van het jaar is de wedstrijd Ajax onder 17 tegen ADO Den Haag onder 17. Ajax is al winnaar van de najaarscompetitie en gaat sowieso als nummer 1 naar de kampioenspool na de winter. En ADO is met een missie naar Amsterdam gekomen, want zij weten dat ze eigenlijk moeten winnen om ook in die kampioenspool uit te komen. Maar het gaat al heel snel in de wedstrijd fout voor ADO. Lastige bal van de keeper wordt afgestraft door Venizio Sint. Binnen 4 minuten de voorsprong voor Ajax. De paas van Julian van Nes is te lastig voor zijn medespeler. En Sint profiteert. Hier blijft Moussampa haken in de grond. Lanzana pikt op, ADO zet druk. En Ajax krijgt hem niet echt lekker weg. En dan heel mooi het hakballetje. Joppe Dekker vrijgespeeld, maar hij mist deze enorme kans. Dan weer Ajax. Goede paas in de richting van Eros Medi. Medi is snel. Medi de voorzet naar Brian Brobby. Maar snoeihard op het houtwerk. De spits van Ajax onder 17 had hij eigenlijk de 2-0 op het bord moeten zetten. En dan kan ADO hier gelijk maken, waren het niet, dat ook Evan Rottier het houtwerk raakt. Een minstens even grote kans. Maar de spits van ADO raakt ook de paal. Dan hier weer een kans voor Venizio Sint. Zo valt er genoeg te beleven in de eerste helft van deze wedstrijd. Brian Brobby. Goede versnelling, het terugleggen en dan daar het doelpunt van Venizio Sint, zijn tweede. Met een beetje fortuin, want gaat nog via een verdediger van ADO. Maar rolt zo over de doellijn. En dus staat het 2-0. En kan Ajax voor rust nog verder weglopen via Maduro. De rechtsback helemaal mee opgekomen. En zet de keeper aan het werk. Na rust. Enrico Hernandez ingevallen. Goeie voorzet naar Brobby. En weer een grote kans voor de spits van Ajax onder 17. Maar ook deze is niet raak. Ajax onder 19 inmiddels terug met 3 punten. Zij speelden uit bij ADO Den Haag. En wonnen. Dan Maduro. Paasje breed. Hier is Hernandez en die legt hem heerlijk in de verre hoek. Een prachtige goal van Enrico Hernandez. Met gevoel geplaatst in de verre hoek. Buiten bereik van alles en iedereen. En dus is de wedstrijd gespeeld. En wil Ajax nog wel wat. Brobby, weer goed gedaan. Het klaarleggen, prima voor Liam van Gelderen. Een mooie aanval van Ajax onder 17 en de aanvoerder tilt de stand naar 4-0. Prachtig klaargelegd en Van Gelderen loopt in en rondaf 4-0 dus via de voet van de captain. En dan wordt de score nog groter. Goede actie van Medi en Quinten Maduro tikt de 5-0 binnen. Ajax onder 17 sluit het jaar af met een klinkende zege op ADO Den Haag en gaat na de winterstop spelen voor de landstitel.